Mag je naast elkaar vallen? Yeah! Happy birthday to you. Happy birthday. Ingebeeld is een titel van een project waarbij jongeren uit België en jongeren uit Bonaire samen 2 weken optrekken rond het thema Rembrandt, Camera Obscura, allerlei kunstvormen van in de tijd van Rembrandt. Dat is een beetje de rode draad, maar het belangrijkste is altijd, nog altijd dat jongeren onder elkaar elkaar vinden, elkaar opzoeken, dingen leren van elkaar. Dan zijn wij hier 2 weken. Ja. En waar, uit welk deel van België? Van de kust, Oostende. Deze middag hebben we eigenlijk gewerkt naar een soort van eindmoment om eigenlijk de... Ja, de 2 weken dat we samen doorgebracht hebben, in beeld te brengen, letterlijk. En dat is ook altijd leuk om zo'n terugblik te hebben en een mooi afsluitmoment te hebben als herinnering, dan dat je gewoon een project laat voorbij gaan. Zo. En dat op een heel feestelijke manier, hè. Dat is de bedoeling eigenlijk. Hè. Dus we gaan die foto's tentoonstellen. In totaal hebben we er 86 met onze tekeningen. Hè? Samen met dan ook nog een keer een coole tekening op de grond, hè, met een krijttekening. Plus nog een keer hapjes, plus muziek. Dus eigenlijk gaat één groot feest worden. Maar ik denk dat je ook wel, als je naast de kunstwerken kijkt, dat je ook vooral wel het enthousiasme en de interactie tussen de groepen opmerkt. En ik denk, daar gaat het net om, om die culturele uitwisseling. We hebben dus rond fotografie gewerkt en de Camera Obscura, zoals de portretten van Rembrandt. We hebben verf gemaakt zoals Rembrandt ze maakte met eigeel en pigmentpoeder. En hebben ze zo geschilderd. We hebben samen street art gemaakt. We hebben heel wat spelletjes ook gedaan. Omdat zoiets, zeker in het begin was dat wel belangrijk dat ze elkaar leerden kennen. In de gisteren hebben we bijvoorbeeld street art gedaan en voordat we het wisten waren er heel mooie dingen ontstaan. En we geven een beetje eigenlijk input en dan maken zij zelf eigenlijk heel mooie dingen daarmee. Het is ook leuk om te zien hoe dat zij hier tekenen. Bijvoorbeeld, zij gaan zeer expressief te werk. Zij gaan direct zo een palmboom tekenen, zo hoi, hoi, hoi. Ja. Terwijl bij ons zou het bijvoorbeeld meer zo in detail gaan en zo eerst een keer nadenken van wat ga ik tekenen. Ja. En hier is zo, palmboom en Bonaire tekenen. En, een mooi koraal en vis. Oh, vis. Oh, vis tekenen. Dat is wel tof. En ze tekenen ook echt allemaal graag, want wij leggen gewoon de papieren rollen op de grond. En spontaan echt kwamen de jongeren, maar ook anderen die eigenlijk buiten de groep zaten, die wouden dat meedoen. En dan doet gewoon iedereen mee en dan hebben we een leuke toffe plaat gemaakt. Dus, dat is echt leuk. Nu zijn we aan het tekenen. Ik ben nu een paar van de... Een paar dingen van Bonaire aan het tekenen. En ik denk dat we moeten het ook tekenen met graffiti, met een verven of krijt. Dit project vind ik zelf leuk. Ik vind het heel spannend voor de jongeren. Ja, want voordat je begint met het project zelf, heb je al 2 culturen. die hier bij elkaar komen, die van elkaar leren. En daarna ga je in de activiteiten, de spelletjes die de Belgers voor ons hebben gebracht. Sommige van hun is nieuw, sommige van hun doen we op een iets andere manier. Maar het is hetzelfde, maar op hun manier gebracht. Hè? Dus dat vinden jongeren leuk en ja, ze doen gewoon lekker mee. Het is wel leuk, want je bent bezig met mensen van buiten het land, weet je. Kennis maken.
moeten doen. Ja. Heb je dat mij even kunnen uitleggen wat ja. ik zie en wat ik meemaak? Ja, natuurlijk. Dan kunnen we daar. Doen we dat. Ja. Foto's, dat was eigenlijk gebaseerd op een moderne toeschrijving aan Rembrandt, dat is de rode draad doorheen het project. En we gaven de jongeren allerlei materiaal waarmee ze zich konden verkleden, een soort van kraag maken of een soort van hoed maken, zoals eigenlijk ook de portretten waren van Rembrandt, maar dan eigenlijk met de leuke grappige dingen. Of bijvoorbeeld wc-rolletjes, iets dat totaal uit zijn context is gerukt, maar dan gebruikt wordt om je aan te kleden of te doen. En dan hebben wij gelijkaardig iets gedaan, ook in een professionele fotostudio, om zo het resultaat van eigenlijk het clair-obscuur, het donker en het licht nog beter tot uiting te laten komen. Want dat is wel ja, ook heel belangrijk om dan eigenlijk die link duidelijk te zien met de foto's op van, met de schilderijen van Rembrandt. Naast de vier hebben die palen in de zee. Hè? Oh, daar. Ja. Die onafgebouwde. Ja. Ja, nu dat we gezien hebben hoe dat eigenlijk de interactie ook is tussen de jongeren en tussen ons, dat is magnifiek, heel warm. Ook ze vertrouwen ons ook, wij vertrouwen hun ook. Ja. We leren van elkaar en samen een leuke tijd. En ik denk dat het belangrijk is dat de grip voor elkaar en respect voor elkaar in, gelijkwaar in de wereld onder jongeren, dat het altijd maar belangrijker wordt. Ook. En ze gaan leren van mij dat ik hou van mensen. Ja, van de Bonaireanen kunnen ze het cultuur leren. Ze hebben vandaag een beetje van het eten, snacks geleerd. Ze leren een beetje van de taal, hoe de jongeren, hoe ze met elkaar integreren. Ja, vind ik wel. En de teamwork hier is anders van dit cultuur. En de manier van denken ook. Dus ze nemen wel een groot deel van Bonaire mee naar België.